Remis van Remis Avontuur ofzo. En je weet het. Ik heb al zo lang geen video meer gemaakt. Maar Remy is weer terug. Nou, jij hebt wel gezien dat we het over nu gaan hebben. Dus laten we maar beginnen. Wacht eens even. Ik heb een zonneklep op van Just Dance. Wacht even, dit moet anders. Oh, ja. Dit is veel beter. Nou, laten we maar beginnen. Achter je. Zie je dat we weer heel veel mooie dingen hebben opgezet. En mooie bedoel, bekertjes, een paar bordjes. En als het gouden doelwit, Minions. En dit is geen teken dat ik niet van Minions hou, zo hoor. Nou, wat voor nerfguns hebben we? We hebben hier een Nerf Mega Shotgun. Het jammer is, hij ziet niet twee tegelijk. De Nerf Anshack Elite Delta Super. Nerf Fortnite Revolver. Met een scope op. Nerf Fortnite Pistool. Nerf Anshack Elite Disruptor ofzo. Een Nerf Pistool. En we hebben ook X-Shot. Daar heb ik mijn vorige schietvideo heb ik alles gedaan met een X-Shot blaster. Maar deze keer hebben we een andere. We hebben deze. En we hebben een veel grotere. Een soort van sniperachtig iets. Die doet hem hier zo open. Doet er eentje in. Klap hem open. En hij heeft ook een scope. Die kan je even afhalen. Nou, dat zijn de Nerf guns en X-Shot guns. Met welke zullen we beginnen? Laten we beginnen met deze. De X-Shot Mini Blaster. En je vraagt je vast af. Waarom, Remy, waarom heb je maar twee X-Shot blasters? En zo weinig Elite Blasters. Van die pijltjes. En ik heb zoveel Elite Blasters hier. En ook guns die deze pijltjes schieten. Waarom heb je dan zoveel voor maar twee? En zo weinig voor de rest? Ik kon ze niet vinden. Nou, laten we maar beginnen. Ik laat deze. We gaan door ze allemaal. Misschien schieten we zo nog op twee keer. Deze sowieso, deze is super klein. Zo. Ik ga voor die daar. Nope. Ik ben niet de beste in richten, geloof me. En kijk dan wat voor klein pistooltje dit is. Moet met één arm. Jezus! Ik ben er gewoon zo slecht in. Daarom word ik nooit een politieman. Want ik weet deze hoe ik een bekertje kan raken. Met zo'n klein ding. Ik wil zo graag tenminste eentje met deze raken. Dat doen we later in de video. Zullen we nu deze gaan? Ik duw er eentje hierin. Het leuke aan deze is, deze kan er niet twee, maar vier hier achterop doen. Dat is best wel handig. Alleen, het stomme is, het beweegt wel als je schiet. En het is niet echt goed om ermee te rennen. Pijltje erin. Yeah. Dit is een heel kleine scope. Let op. Ik kan het niet zo goed zien van hier. Maar het leek alsof die mini-schap raakte.
Ik heb het gevoel dat ik er gewoon doorheen schiet. Je zou denken, dit neemt hij toch op een sniper. Dat hij denkt dat hij toch alle schot raakt schiet. Geen één. Of het ligt gewoon aan. Oh, ik had hem al geladen. Hoe slecht! Nog maar één beltje. En dan hebben we al 2 uur uitgeprobeerd. En geen raak. Ik had hem al geladen. Op naar de volgende. En ik raak er zoveel mis. Nu gaan we meteen omhoog. En met omhoog bedoel ik een beetje omlaag. Met deze. Deze is de... Oh, dat staat aan de zijkant. Dus crop-teller. Hij kan 6 pijltjes hier houden. En we gaan er 6 schieten. En kruis je vingers. Om dat ik er eentje raak. Want hier word ik echt gezien. Wat was dat nou? Wat was dat dan? Hij... Stuit ik hier nou terug of jullie gewoon... Ik heb tenminste 1 doelwit. Maar kijk dan hoe slecht deze doen dat schiet. Ik mikte hier en ik raakte hier. Zo. Dat is beter. Ik raak ze niet, maar dat is wel beter. Ik denk dat ik die miniballen raakte. Ik ga oefenen naar deze video. En er komt er een deel 2 en dan raak ik ze allemaal raken. Dus nog 6. 17 kogels. Geen raak. Nou, we gaan naar een van mijn lievelings. Het schiet niet erg hard. Maar hij is wel cool. De Fortnite pistool. 6 pijltjes erin. En dat is heel erg makkelijk. Ja, oké, dus. Ik dacht van niet zo vroeg. Oké, met dit ding kan je zeggen, kijk, gewoon hoop op de beste. Oké, dat is oké. Oké. Je gaat eraan. Nog 1 kogel. Kijkt, gaat hem een beetje terugspoelen en kijken hoe dichtbij hij was. Want ik kan dit niet geloven dat er zo weinig, nou wacht, met zo weinig bedoel ik maar 1 doelwit. Maar 1 doelwit met al die kogels, echt al die kogels van 0 raak. Nog 2. Ik zou net een keer extra moeten hebben. Oké. Vergeet die stapel.
Wij gaan nu voor de middelste van die grote trap. Die dingen die komen weg. Nu hebben we een van. Nu hebben we een van de koelen. En die moet nog helaas worden. Hier hebben we de magazijn. Hier moeten nog drie in. Hier kunnen 12 kogels in. Ik weet niet of we ze allemaal gaan schieten. Maar ik zweer het. Als ik niet in deze 12 kogels eentje raak heb. Ja, dan weet ik wat ik ga doen. Maar ik ga even zien. Oh, zit het nou wel goed? Ik heb een idee, jongens. En meisjes, jullie thuis kijken. Ik pak zijn scope. Hopelijk kan dit. En doe het. Op deze. Yes! Ook al mikte ik voor de bovenste. Yes! Dan maak ik ook meteen de andere kant af, toch? Kom op! Ik mik er boven, onder, rechts, links. Die is een van de paar laatste kogels, denk ik. Ik zweer het je. Ik pak deze nog een keer. En schiet er 50 kilo. Als het goed is, heb ik nog één, toch? Oh, ik heb er nog een paar. Yes! Oké, nu die onderkant weg is, gaan we terug naar die kleine trap. Oh, dat was het. Nou, we zijn nu klaar. We gaan naar de laatste. We gaan gewoon nog een paar keer met deze schieten. Nu gaan we naar. Nu gaan we echt op hardcore. Deze gast. Dit ding schiet zo hard. Ik denk dat ik geen schot ga missen. En ik heb gemerkt dat als je deze hier afhaalt. En hier opzet. Schiet hij super goed. We doen hier zo open. Super cool, weet ik. Ja. We doen ze er zo in. Hier kunnen ook nog meer. Maar ik ben één pijltje kwijt. Hoor. Zo, red. Hoe dan? Eindelijk! Ik zei het toch, met deze zal het gebeuren. Uiteindelijk. Ik ga voor de laatste. Eén pijltje over. Eén pijltje voor één bekertje. Kruisvingers. Oké. Jullie thuis, kijk even hiernaar. En met welke zullen we nog een keer schieten? Nu weten jullie hoe ze schieten. Dus kies er één thuis uit. En hopelijk kies ik degene die jij hebt gekozen. Klaar met kiezen? We gaan. Oké. Ik weet niet of veel mensen deze hebben gekozen. Maar ik ga met deze. En die stop ik weer terug. Want al die dingen gaan om. Ik heb het tenminste niet al een paar. Hè? De speciale Fortnite-kogels. Ik had een paar te weinig, dus ik koop er nog 200 meer. Maar
Ik zweer het. Dat ik kan het bijna zweren dat ik zo dichtbij ben. Nog twee. Ik ga voor andere boven. Ik recht boven en hij gaat naar beneden. Nou. Lastige keuze. Wie zou het nu nemen? Kijk of andere mensen deze eerst hebben gekozen. Ik denk dat wel één iemand deze heeft gekozen. We zullen hier maar even de drie kogels door schieten, want... Oké, laten we gaan naar die grote trap. Nou, oké, ik neem het tot 15 niet. Ik denk dat het aan mij ligt. Hij zit er nog in. Ja? Maar, huh? Hoe? Hier kom ik. Ja. We hebben wel een heel slecht pijltje, zeg. Oké, dan. Dit was lastiger dan ik dacht. Ik dacht, we gaan door ze allemaal. En we hoeven niet eens sommige twee keer te schieten. Blijkbaar dus heel gewoon, daar ben ik hier niet zo goed in. Hoe gebeurde dat nou? Spijt me jongens, ben ik niet zo goed als ik dacht. Met deze had ik toch die twee, hè? Nu is er in die bos. Weet je wat? Dames en heren, ik kom dadelijk bij je terug. Ik ga even al deze pijltjes even terugstoppen. Nu. Nou, dus ik ben even verplaatst, want dit duurt echt super lang. Zie je dat die er niet meer staan? Die heb ik even in het geheim helemaal omver geduwd. In het geheim. Terwijl de camera niet keek. Nou, we zijn net bij er, dus ik hoop dat dit nu sneller gaat. Nou. Zo. Met één hand. We mogen dicht. Ik doe maar drie. Wed dat ik ook maar drie nodig heb. Om die daar helemaal omver te schieten.
winnen. Hoop ik. Toch hij is al weer klaar. Ik kom terug op die stapel. Waar nu voor die daarboven. En nergens waar ik een gewolf voor. Want waarom niet? Daar doen we ook maar twee in. Weet dat ik ze allemaal. Want er zit hier ook maar twee. Ik teken alles. Want heb ik net een sniper dus. Ik krijg ze allemaal. Weet, zag jullie waar dit tegenaan kwam? Dit is gewoon te erg. Ik ga even proeven. Ik heb hier geen woorden voor. De nerfpeltjes die zijn moe, denk ik. We hebben nog één schot van deze jongen. Als ik hem niet raak, dan schiet ik ze al te groot. Het is een beetje oncomfortabel dat ik het zo met mijn knie doe. Oké. Okay. Oh, ik was een beetje te dichtbij, hè? Wow, ik was ook zo ver. Ik ging met mijn knie hier zo. Ik had hem niet geladen, spijt me. Ik zei toch sniper. En we hebben ook nog één kogel, dus. Ik vergeet hem weer om te laden. Nu begin ik wel goed te worden. Dit is nog het minste van wat ik kan doen. We hebben al thuis niet meer met deze geschoten. We hebben met 5 schots. Moet wel genoeg zijn. Hoeveel zijn er? Nog maar 2 bekertjes. Nou, dat is ook wel 3. 6. Er zijn nog maar 2 bekertjes over. Dan heb ik er nog eentje open om nog in de lucht te schieten ofzo. Ik doe meteen tegelijk. Ik hoef toch niet per se in de lucht te schieten. Ik kan niet in de lucht schieten, maar ja! Oké. Die laatste schieten we bij deze dame. Want ik weet niet. Ik ga hem raken met deze hoor. Ook al maak ik dat hele bakje leeg. Wil je niet ofzo? Ik weet het. Deze die wil gewoon niet. Weet je wat? Ik leg hem hier zo. En dan... Deze, die zal ze... Waarom zit er een extra peltje bij deze? Maar deze, die zal veel beter zijn.
Hoop ik. Sniper, scope, sniper, raak. Denk ik, dangerous gast. Oké. We gaan nog niet voor de minions. Hun krijgen we nu toch nog genade. We gaan nu voor die 5. En je weet de perfecte manier om die 5 neer te halen. Waarom kijk ik naar sokken? Ik ga ze echt neerschieten met sokken. Nou, misschien wel. Nou, over jij. Dus jullie die hier aan het kijken zijn, met welke vind je dat ik die minions kan neerzetten? Ik geef jullie 5 seconden. 5, 4, 3, 2, 1, half. Ik doe 1 min half, 0. Ik denk dat de meeste van jullie deze hebben gekozen, voor dit ding. En natuurlijk. Oké. En dan doe ik er ook maar 3 schots in voor 3 minions. Oké. Eerst ga ik voor Stuart. Stuart. Ik denk dat het zijn naam is. Degene die de salsa aan het doen is. Ik ga eerst voor hem. Want ik kan de salsa niet. Er vallen ineens 2 uit. Oké. Zo. Doei, Stuart. Ik pak je wel met. Weet je wat? Ik ga met deze Stuart afmaken en ik ga echt niet zo dichtbij zijn. Hè? Nog laatste woorden. Banana. Ik eet niet even op naam. En de volgende, die heb het koud, want die heeft zo'n jas aan. Ik zal wel zorgen dat hij het warm krijgt. Laatste woorden, banana. Die doet de handstand. Wacht even. Mop. Sta ik niet toe, stoer. Nou, dat was de Stuartse broer. En die heeft vleugels. Kijken of die vleugels zo goed werken. Dit is de Engel Minion. Wat heb ik van die vleugels? Hij is de Angel. Oké, ik geef wat genade. Omdat die vleugels op. Weet je wat? Genade over. Sorry. We noemen nu wel Kevin. Sorry, Kevin. Vertel wat? Ja. Nou jongens, dit was een lange video. Ik vond het best wel leuk om te doen. Heel slecht begin. Maar uiteindelijk ging het best wel goed. Zoals ik had beloofd. Alles is eraf gegaan. Wacht even. Zoals ik had beloofd. Alles is eraf gegaan.
Dit was een video van Remus Avonturenvlog. En geen zorgen, niet meer dat ik na deze video weer op vakantie ga ofzo. Dat ik weer een paar maanden stop. Nee, ik ga door. Want Remus Avonturenvlog stopt nooit. Dus...